maar lelijk in de rassen te zitten met uw krant. Ik zet u niet over. Jawel. Voor geen 100.000 gulden. Zet gij mij nu over. Ik? Gij. Toen dacht ik dat mij misschien iets kon overkomen. En dat jij er dan niet zou zijn. Hij werd bemind en gevreesd. Hij was een merkwaardig dorpsdokter, die heette Tjerk van Taken. Een eigenaardig man. Naar huis. Morgen heb je allemaal bronchitis. De echte vriendschap die de dokter aan Sisten Doven bond. Het zal een ander leven worden, meneer de dokter. De alles overrompelende liefde voor zijn vrouw. Komische. Ja, dat is genoeg, hè? En de dramatische gebeurtenissen van het dorp. In mijn gezicht, zei hij het. De figuren die Anton Kolen zo meesterlijk heeft opgeroepen in zijn beroemde roman Dorp aan de rivier, worden thans levend op het witte doek. Janus van Lange Dirk. Ome Jan. Brammetje. Palepie. Chef de Smit, vrouw van Erpen, Nachtje de Wit, de Zigeunerin, Sis den Doven, mevrouw van Taken, de burgemeester en de onvergetelijke dokter Tjerk van Taken. Zelden gaf de Nederlandse film zo'n indringend beeld van ons volksleven van enkele tientallen jaren geleden. Deze belangrijke productie, gerealiseerd door Fons Rademakers, zal u ontroeren en boeien door de meesterlijke weergave van een dorp aan de rivier.